beginnen met de feestelijke opening van kunstencentrum Louis. Een prachtig initiatief, helemaal tegen de trend in Nederland worden kunstencentra voortdurend afgebroken, afgebouwd, bezuinigd. En hier in Land van Kuik is echt iets om trots op te zijn. Is het initiatief juist genomen om al die losse praktijken die er zijn samen te bundelen en meer eenheid te creëren, meer samenhang te creëren ook met het onderwijs en dat te doen op een manier die enthousiasmeert en waar leerlingen en docenten een groot voordeel bij hebben. Ik ben ongelooflijk blij, ongelooflijk trots dat het zover is. Het kunstencentrum Louis, er is ook al veel over gezegd en geschreven. Maar de doelstelling, of de twee belangrijkste doelstellingen die ik in één zin zou willen samenvatten, die zijn en blijven dat we alle kinderen in het Land van Kuik in staat stellen om financieel toegankelijk deel te kunnen nemen, les te kunnen krijgen op het gebied van kunst en cultuur. Zodat zij zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen en ontplooien en elkaar ontmoeten. Voor het verenigingsleven, maar ook voor bandjes, maar ook straks voor beeldend, voor musical. En we weten uit de wetenschappelijke literatuur hoe belangrijk dat stimuleren van die creatieve kant van het brein is. En dat gaan we met dit kunstencentrum kracht bijzetten. En dat gaan we nu officieel doen. Bij deze is het kunstencentrum Louis voor het Land van Kuik officieel geopend. Welkom allemaal. 1 september 2024. Kuik cultureel. En wij mogen openen in deze mooie protestantse kerk met het lied TD Bayou. Cultuur aan de Maas is van alles te zien natuurlijk. Beeldhouwwerken, sieraden, toneel en muziek. Maar nu heb ik zo'n leuke kraam gevonden, werkelijk. Ik ben helemaal enthousiast. Iets met vlekken. Ja, vlekkenkaarten. Nou, ik loop even naar de achterkant en dan gaat die mevrouw het mij helemaal vertellen. Mirjam, jij bent van de vlekken dingen. En je maakt superleuke kaarten, schilderijen, posters en wat dan ook. Maar hoe werkt dit nu eigenlijk? Daar heb ik natuurlijk een voorbeeldje van bij me. Ja, ik begin met spontane vlekken te maken en ik kijk naar zo'n vlek van ja, wat zie ik erin? Jullie mogen ook raden, wat zou het kunnen zijn? Twee vogeltjes misschien? Vogeltjes, ja, dat zou heel goed kunnen. Nou, het grappige is, de meeste mensen zeggen vogeltjes. En ik denk, ja, ik wil hem toch iets anders van maken. Ik draai hem nog een keer. En, nu ziet het er heel anders uit, maar een springende vis? Ja, dat is ook leuk. Ja, je kan van alles met vlekken doen. En zelf heb ik in dit geval naar de witruimte gekeken. Ik zag hier een gezicht met een neusje. Aha, dat is even zoeken. Ja, en dan komt hij dan. Tadaa, een vlekkending. Kijk, ja. Een vlekkending. En zo wordt een vlekkending gemaakt. Ja. Jij maakt een vlek en je bedenkt van, wat zie ik hierin? Ja, het kan van alles zijn. Ik weet niet, hebben we nog tijd voor een ander voorbeeld? Ja, of een, ja zeker. Gedichtje? Wat vind je leuk? Nou, een gedichtje. Een gedichtje? Nou, dan pakken we deze. Dit is ons favorietje. Ja. Oké, nou, laat horen. Mag je naar het plaatje kijken? Ja. Een zeehondenechtpaar te Katwijk gestrand, dat vlijde zich neer in het Katwijkse zand. Het had wel wat koddigs, zo'n zeehondenstel, met duikbril en badmuts, heel strak om hun vel. En wie aan hen vroeg wat het nut daarvan was, vertelde zij,
Nou, dat komt heel goed van pas wanneer we door druppels het water niet zien. Want Rob heeft min 6 en Roberta min 10. Kijk, superleuk. And his heart was full of hope with his little midget racer when speeding off the slope. And he came rolling down the mountain, rolling down the mountain, rolling down the mountain, mighty wise, mighty wise. He had his little motor racing, so she put him in his place and stayed as pure as the West Virginia sky. Dat was het weer. Cultuur aan de Maas 2024. En wat is er een mooiere plek als hier af te sluiten bij al deze prachtige kunstwerken die hier staan. U weet wel, de winkel wat vroeger Via Canella was. Nou, daar staan een prachtige galerij is dit geworden. Met heel veel mooie schilderijen waar u altijd nog een keer binnen kunt lopen. Cultuur aan de Maas 2024.